Deze highlights worden u aangeboden door Expedia en Lays. UEFA Champions League sponsors. Van Supriya, niet zo zuiver. En Shaparenko kan het steekje oprapen. Daar is hij. Spelmaker, maar van lager op het veld. Geen echte nummer 10. Maar wel een spelverdeler. Een rijtje lager. Ja, niet een man van gigantische statistieken. Dit is een mooie beweging van Karavaev. En dat is buitenspel toch? Ja, zeker. Dat is buitenspel van Supriya. Maar wel een waarschuwing, ja, die natuurlijk kan tellen. Wat mocht hij daar ver komen, ja. Karavaev? Helemaal tot aan de achterlijn. En dan ook in de 16. Mensen gevonden die niet gedekt waren. Bojalski die blijft hangen. Oh, dat is geen buitenspel. Ja, misschien net wel, misschien net wel. De VAR gaat het controleren, want die is er vandaag. Ten opzichte van Plastoen. Van Plastoen. Wil het nog zien? Ja, toch even kijken. Ik denk het niet. Mij leek het hier helemaal duidelijk. Maar nee, als we nu zo kijken. Nee. De VAR kijkt toe. Die is er dus nu wel. En de scheidsrechter, ik heb zijn naam nog niet genoemd, denk ik. Ovidiu Ategan uit Roemenië. Het is een doelpunt. Ja, ja. Ai, ai, ai. Het is een doelpunt. Gert, je had het goed gezien. De goal van Supriya. Dat is heel erg slecht nieuws voor AA Gent. Maar het is gewoon een fraaie aanval opgezet door Karavaev. Maar wat een boulevard kreeg hij daar. Het gemak waarmee hij de achterlijn haalde. Dat was veel te makkelijk. Nourio geeft die bal ook weer in de rug van Dors. Dus die moet hem dan eerst nog eens ophalen. Vaatis, dat is een mooie beweging. De Poitre staat in het strafschopgebied. De bal is slecht van Nourio. Onze voorzet. Owusu, dat is een goeie. Bezous, misschien met links kan hij ook. Goeie streep van Bezous. Eindelijk, na bijna 36 minuten... De eerste trap op doel van AA Gent van Roman Bezous. Oké, geen grote save nodig van Bouchkan, maar het is iets om mee te beginnen voor Gent. Ja, schot, dat was snelheid. Pak natuurlijk door die natte grasmat. Ja. En de goal, ja. Binnengekopt door Kleindienst. En Bouchkan zit er toch niet geweldig bij deze bal. En dat is een geweldige meevaller voor AA Gent. Op 5 minuten van de rust en ze zijn kwetsbaar op standaard situaties. Veel doelpunten tegen op standaard situaties. Had Gert Verheyen al uitgedokterd en voilà Gert. De gelijkmaker Kleindienst. Met de Karavaev, Sidorchuk, Zabarny, Shaparenko. Krijgt een serieuze schop van Bezous. Ja, dat heeft die Bezous wel. Een keer vreselijk de voet laten hangen. En dat doet hij hier nog een keer. Ook zijn landgenoten. Kent hij geen genade mee. Terug breed. Castromont is weg op die rechterkant. Er is geen opening mogelijk. De Poitre nu. Ja, Bezous. En krijgt hij zijn tweede gele kaart. Op de bank bij Kiev willen ze dat natuurlijk. Bojalski zat er weer tussen. Tweede gele kaart voor Bezous. Op nauwelijks 2 minuten. Rode kaart na 8 minuten in de tweede helft. Moet Gent alweer met een man minder de strijd aangaan. Twee gelijkaardige gevallen. Ja, 2 keer te laat. Dom. En 2 keer geel voor zo'n ervaren voetballer tegen zijn ex-club, tegen zijn landgenoten. De kaart van Bezous is natuurlijk alle kansen ontnemen om hier vandaag nog iets recht te zetten natuurlijk van die 0-1. Sidorchuk, Shigankov, ai, de pijn aan kans en door de benen van Roef, 1-2. Pal door de benen van Davy Roef. Shigankov
dan toch aan de basis. En een dodelijke tegentreffer. Gent nu volgende week op dit moment nood aan 2 doelpunten. Doelpunt wordt nog eens gecheckt. Lucescu weet dat hij al een flinke stap zet. En daar zitten ze. Louagie en De Witte. Deze highlights werden u aangeboden door Expedia. En Lace. UEFA Champions League sponsors.